I wish all of us a wonderful week in Nijmegen. Have a great time in your sports events. Meet new friends, enjoy the parties, the movies, the workshops and the performances in the sports village. De Eurogames zijn woensdagavond officieel gestart in Nijmegen. Het vierdaagse sportevenement dat zich speciaal richt op de LHBTI+ gemeenschap werd groots geopend met diverse performances op de Waalkade. Zo waren er onder meer optredens van Ellen ten Damme, Marijn van Haren, Son Mieu en Derdere Ankenent. Daarnaast waren er nog dansacts van breakdancer Shin Chen en de drag queens van het Nijmeegse gezelschap House of Tom Tom. De Eurogames kent 17 verschillende sportdisciplines waar in totaal meer dan 2000 sporters aan meedoen. Het evenement is een Nederlands initiatief en werd in 1992 voor het eerst georganiseerd. Eerdere edities vonden onder andere plaats in de steden Kopenhagen, Den Haag, Rome en Helsinki. In de nacht van zaterdag op zondag wordt het evenement afgesloten met een speciale editie van het gayfeest Kiss Kiss, dat voor de gelegenheid niet in Doornroosje, maar in Concertgebouw de Vereniging plaatsvindt. Volgend jaar is de Zwitserse hoofdstad Bern de locatie van de Eurogames. Thank you for your attention and a very, very good time!